Gemiddeld zijn er tussen de 2000 en de 2200 mensen per dag hier aanwezig. We hebben 60 actieve BHV'ers, maar ik heb er gemiddeld 25 die op een dag actief aanwezig zijn. We hadden piepers. Dat is zeker in deze tijd, als mensen een telefoon hebben en een waterflesje en dan ook nog een pieper bij zich hebben, was dat vervelend. In principe hebben wij één gebouw, maar ook wel een soort vier afdelingen. En is het niet altijd duidelijk waar BHV'ers zich bevinden of waar ze op dat moment aan het werk zijn. En met dit systeem kan je meteen doorgeven, ook aan mensen of aan BHV'ers, waar ze moeten zijn. Als er een melding is, dan wordt het centrale alarmnummer gebeld. Degene die bij de meldkamer zit, die neemt het telefoontje aan en die stuurt eerst met door middel van een NURF-melding de eerste twee BHV'ers aan. Dat je mensen via hun mobiele telefoon kan bereiken. Tegenwoordig heeft iedereen zijn mobiele telefoon bij zich. Plus dat de koppeling aan de brandmeldinstallatie is. Dus op het moment dat er een automatische melding is van bijvoorbeeld een brandmelder, wordt de BHV ook geïnformeerd. En dat is ook heel prettig. Het is een onderhoudsvriendelijk systeem, want er is eigenlijk zeg maar geen onderhoud. Dus het scheelt heel veel tijd en moeite. En ik vind het heel prettig dat de BHV'ers sneller geïnformeerd zijn. Absoluut. Nou, het is vaak zo, als we wensen hebben of als we zeggen we willen dit graag laten aanpassen, dat dat eigenlijk heel snel geregeld is. We willen graag toch het parkeerterrein in het systeem of inderdaad een ander gebouw. Dan is het eigenlijk door middel van een aantal contactmomenten heel snel geregeld. Dus eigenlijk is mijn wensenlijstje klaar.